In juni heb ik een maand stage gelopen op de dienst Plastische Heelkunde aan het UZ Brussel. En wat ik wel merk is dat heel veel mensen bij plastische chirurgie denken of enkel gaan denken aan de Kardashians familie of borstvergrotingen, siliconen borsten, opgespoten lippen. Natuurlijk, dat is ook enigszins deel van plastische chirurgie, maar plastische chirurgie is nog zoveel meer. Door de media wordt er echt een bepaald beeld geschetst van plastische chirurgie wat enorm eenzijdig is. Goedemorgen, het is nu ongeveer 7 uur 's ochtends en het is nu mijn laatste week op plastische heelkunde in UZ Brussel. Ja, dokter Capilla, hier net uit beeld, is een van de assistenten plastische heelkunde. Plastische voor mij, toen ik jong was, was een ideale combinatie van echt heel fijne chirurgie, waar je met microchirurgie kunt bezig zijn, maar tegelijkertijd ook het bewaren van het holistisch beeld over heel het lichaam. En ik denk echt wel dat het een discipline is, waar je telkens ervoor gaat om toch een mooi en perfect resultaat te hebben. Niet enkel voor jezelf, maar des te meer voor je patiënten. Gaan de patiënten zien op zaal? Sommige patiënten blijven daar maar 1 of 2 nachten en andere patiënten kunnen daar echt al heel lang liggen, afhankelijk van het type operatie dat ze hebben moeten ondergaan. Pourquoi avez-vous fait une opération à Istanbul? J'avais pris la décision d'aller faire l'opération à Istanbul. Auparavant, ce n'était pas le but. Je voulais le faire ici. Mais le problème, j'ai pris rendez-vous avec le médecin parce qu'au départ, je pesais plus de 100 kilos. Et mes genoux ne supportaient pas le poids. Donc, on peut dire que j'étais obèse. Je me suis dit, j'ai 50 ans. J'ai encore l'âge devant moi. J'ai mes enfants. J'ai envie de bien vivre avec eux. Il faut que j'enlève la masse qui est dans mon ventre, qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche d'être tranquille. Nu ga ik met dokter Capilla naar de consultaties en daarna ga ik naar het OK. Het zijn er maar een paar op de planning. Er waren maar 3 consultaties op de planning na de ochtendtour. Dus ik kan nu gewoon direct naar het OK gaan. Er zijn superveel operaties gepland. Er is een borstreconstructie gepland. Er is lipofilling heel veel gepland en 2 borstreducties. Dus ja, heel veel borsten. Alvorens ik steriel mag staan, moet ik natuurlijk wel ook uitgebreid mijn handen gaan ontsmetten en gaan wassen. Dat noemen we het schrobben. Dat is dan eigenlijk ook aan de elleboog. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat alles steriel verloopt om een operatie dus succesvol te laten verlopen eigenlijk. Hè. Als ik zo wat jonger was, vond ik chirurg, vond altijd al zo'n cool beroep. Maar dat is ook cool om zo te zeggen, want ik ben chirurg en ik ben altijd wel gefascineerd geweest door het operatiekwartier. Ik voel me daar eigenlijk echt nog wel best wel goed. Ik heb echt wel het gevoel dat iets voor mij is. Zo. Ik sta gewoon heel graag in de operatiezaal en ik moet wel zeggen, dat ligt mij wel echt. Meehelpen in een andere zaal. Er is een borstreconstructie hier in deze zaal en daar was het lipo-suctie van de dijen. Het is ook wel heel leuk om als student aan tafel te staan, om eigenlijk zo actief te kunnen deelnemen aan de operaties. Nu ja, als student ga je nu ook wel niet echt een hele operatie zelf mogen doen, wat sowieso al heel onrealistisch is. Want we hebben totaal nog geen opleiding gehad tot chirurg.
Maar we helpen dan wel zo mee met kleine zaken. Ah, dag Kim. Nee, zeker niet. Omdat eigenlijk we gaan die bijkenspier bewaren. Dat is al gedaan met vet en huid in de vaten zonder de spier. Dat is de concept van perforatorvlak. Het is nu 2:30 in de namiddag. Ik ben begonnen met mijn dag rond 7:20, 7:30. En ik heb eigenlijk nog altijd niet gegeten. Maar dat is echt wel iets typisch voor chirurgie stages. Dat je eigenlijk nooit echt veel tijd hebt om te eten. Maar ik heb nu ondertussen al heel veel honger. Ik ben aan het eten met een van de fellows. Leonardo komt van Brazilië. Maar de rest is allemaal nog in de operatiezaal. We zijn de enigen die aan het eten zijn. En het is 2:30. De look die ik draag op mijn stageplastische. Beetje anders dan mijn normale look. Maar het is wel heel comfortabel. Voilà. Ik zit nu bij de kleine ingrepen. Ik heb alles al zo'n beetje klaargelegd. Alle instrumenten om te gebruiken straks. Handschoenen, steriele handschoenen. En het is namelijk interessant, want het is eigenlijk een 15-jarig meisje dat wordt geopereerd voor een borstreductie. En dat is toch tamelijk jong eigenlijk. Dus het is wel interessant. Ze heeft heel veel pijn van rug- en nekklachten. Ze heeft ook zo insnijdende BH-bandjes. Gebeurt dat vaak, zo borstverkleiningen op zo'n jonge meisjes? Nee, zo vaak, want normaal gezien, we zouden graag wachten tot haar 18 jaar oud. Maar als de borst is zo groot, dat is wel verhinderd voor haar activiteiten. Ze kan geen sporten doen, haar bewegen ook misschien verhinderd. En zeker een vaste geeft ook nek- en schouderpijn. In zo'n uitzonderlijke situatie doen we gaan toch op vroege leeftijd de interventie doen. Nou, juist was ik zo bezig met het vet te prepareren voor de lipofilling. Lipofilling is dus eigenlijk vet buisspuiten in het lichaam waar dat het nodig is, bijvoorbeeld bij de borsten. Nou, juist was het bij de borsten. En eerst wordt er door middel van liposuctie vet verkregen. En ik moest dan dat verkregen vet prepareren. Wat vind je van de wijze waarop plastische chirurgie wordt geportretteerd in de media? Dus als we denken aan plastische chirurgie, denken we vaak aan de Kardashians, aan extreem opgespoten lippen, aan duidelijke siliconen borsten. Maar wat denkt u daarvan? Ik denk dat het sowieso verbeterd is ten opzichte van vroeger. Omdat dat er vroeger veel meer de eenzijdige kant en een beetje overdreven eenzijdige kant van plastische werd getoond. Het is er wel op verbeterd. Ik vind dat er nieuws regelmatig ook de reconstructieve kant aan bod komt. Maar het blijft een beetje kortzichtig volgens mij. Ik denk dat degenen die dat portretteren, of die kant van plastische portretteren, er misschien iets te weinig van kennen. Ik nodig eigenlijk iedereen uit om een keer een dag met ons mee te komen, want dan zullen we eigenlijk zien dat er veel meer is dan puur het esthetische. Heel veel reconstructie, zowel na trauma, brandwonden, carcinomen, borstkanker. Maar het is waar, het is een imago dat zeer populair is om het te portretteren als een overdreven esthetische tak binnen de geneeskunde.
plastische chirurgie. Het is zoveel meer dan het clichébeeld dat we ervan hebben. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie deze video leuk vonden, gelieve dan een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal. Bye!